ja Natuurlijk een hele speciale dag, uh, mijn doorbraak in mijn carrière eigenlijk. Dus uh, ja afgelopen dagen, ja, gewoon er naar uitgekeken eigenlijk. Want het is zo speciaal. En uh, ja, ik besef het nog niet eigenlijk. Ik denk totdat de mensen hier pas komen. Mijn nou, doel drie jaar geleden was om elke, elke categorie twee jaar te doorlopen. Dus eerst om te leren en dan om kampioen te worden. Of om te strijden voor het kampioenschap. Alleen het is bij één jaar gebleven per categorie en ik ben eigenlijk elk jaar omhoog gegaan en maak volgend jaar mijn debuut in IndyCar. Super gaaf, zo snel en het is het snelste dat ik ooit heb gereden. Dus ja, dat voelt altijd geweldig aan en het team is echt ja, super professioneel. En ja, ik voel me gewoon helemaal thuis in de auto. IndyCar is een beetje de Formule 1 van 20 jaar geleden, denk ik. Het is heel open voor het publiek en helemaal niet afgesloten. En als fan is het gewoon ja, heel speciaal, omdat je, gewoon, je staat naast de auto's. Ze komen zo dicht voorbij en het race is zo close. Dus eigenlijk, de auto's zijn hetzelfde, dus iedereen kan winnen. Um, nou, natuurlijk in de Roto Indy. Rijden al steeds in het voorprogramma van de IndyCar. En word je ook een beetje opgepikt door die teams. Dus ze hebben me zien rijden en ze hebben me, ja, mijn goede resultaten gezien. En uh, uiteindelijk uh, ja, wouden ze in 2018 al een IndyCar-test aan mij geven. Alleen toen had ik nog niet de ervaring die ik zou moeten hebben. om die licentie te hebben voor het testen. Maar uh, ja, uiteindelijk, vorig, uh, vorig augustus is het eindelijk van gekomen en uh, ja, was echt geweldig. Het Carpet Racing is een uh, superleuk team, uh, supergoed. Uh, heel veel historie uh, ook in het team. Joseph Newgarden komt daar vandaan, nou dat is de huidige IndyCar kampioen. En uh, ja, het is echt een familie waar je in rijdt. Het is, iedereen is heel leuk tegen elkaar, iedereen werkt heel goed samen. En het is gewoon een gemoedelijk team die keihard voor strijdt. En uh, dat is precies hoe het bij mij er ook in zit. Pff, het is mega. Echt niet normaal. Uh, ik wist niet dat er zulke evenementen bestonden totdat ik er uiteindelijk naartoe ging. Dus overal waar je zit, is helemaal vol met mensen. De hele tribune zit er vol. En het is zo magisch om er al uh, rond te lopen. Laat staan te rijden. Dus ik heb. Uh, Afgelopen seizoen in de Indy Lights Mijn debuut gemaakt op de Indianapolis Oval, de Speedway, uh, in de Indy Lights. Maar ja, dan voelt het al speciaal als je met de Maar ja, ik denk toch met de IndyCar dat het echt uh, echt next level gaat worden. Uh, ja, in Amerika rij je eigenlijk op drie soorten circuits. Nou, net als bij de Formule 1 op roadcourses, normale circuits. Dan heb je streetcourses, daar rij, rij je midden door de stad heen eigenlijk. En dan heb je ovals, dat is uh, zeg maar wat mensen denken van Amerika. Alleen maar ovals, dat zijn gewoon uh, ja, rondjes zeg maar. Alleen dan rij je op zo'n mega hoge snelheid, dat je gewoon bijna de 400 aantikt. En uh, dat is ook weer echt een sport op zich. Elk team heeft natuurlijk zijn beste in iets. Dus de ene is net ietsje beter ovals. En als je dat allemaal tegelijk kijkt, de kampioen is echt het beste in alles. Dus uiteindelijk uh, ja, is het gewoon een heel, heel gevarieerd kampioenschap. Waar eigenlijk echt de beste van al die drie soorten circuits echt eruit springt. Het is echt een droom die, uh, die uitkomt nu. Uh, ja. Aankomend te seizoen naar de IndyCar en uh, ik, van tevoren had ik dit echt nooit kunnen verwachten. Ja, Adi Leijndijk is natuurlijk mijn adviseur en uh, ja, hij heeft heel erg meegeholpen in de stap van uh, Indy Lights naar IndyCar met Ed Carpenter en uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor en hij praat overal, in de paddock praat hij gewoon mijn naam rond en dat heeft hij de afgelopen jaren gedaan. Uiteindelijk ...is Ed Carpenter naar me toe gekomen om IndyCar te rijden, dus uh, ja, daar ben ik wel uh, heel dankbaar voor. En ik kan niet wachten om Ari uh, als mijn race director te hebben in IndyCar volgend jaar. Uh, mijn doelstellingen voor 2020 is uh, nou, natuurlijk rookie kampioen worden. Dat is uh, denk ik zeker mogel mogelijk, ook met het team. En uh, ik denk dat ik gewoon voor podiums kan gaan in mijn eerste seizoen. Natuurlijk, het zal nooit makkelijk worden. Maar uh, ik denk dat het team en ik wel bezitten van, de snel, uh, ja, bezitten van de snelheid om voor het podium te kunnen gaan bij sommige races.